Binnenkort start weer al Gedichtendag en Poëzieweek. Verwacht je aan verschillende activiteiten hier in Antwerpen en ook in de Antwerpse Biebs, waar ik om goed te starten poëzie ga voorlezen aan de kinderen. Kom maar mee. En als hij even je ziet, zegt hij eerst alleen maar... Oh. En dan alleen maar... Binnenkort staat de Poëzieweek. Wat is dat precies, de Poëzieweek? De Poëzieweek is een poëziefestival in heel Nederland en Vlaanderen. Het is erop gericht om meer poëzie onder de mensen te brengen. De Poëzieweek start stevast met Gedichtendag. En dat is altijd de laatste donderdag van januari. En ja, poëzie onder de mensen brengen, dat kan op allerlei manieren zijn. Dat kan zijn dat mensen aan elkaar een gedicht overhandigen of ergens ophangen, online, offline. Welkom, ik ga vandaag voor jullie het boek voorlezen. Mijn huisdier is een boek. Het was het allerbeste boek. De kaft zo prachtig rood, de rug zo recht, zo mooi gedrukt. Niet te klein en niet te groot. Mooi, hè? Zeg, wat maakt poëzie zo bijzonder? Poëzie is een hele vrije schrijfstijl. Mensen kunnen daar hun creativiteit in kwijt. Je kan starten met een wit blad en daar spelen met woorden. En er zijn eigenlijk heel weinig regels om poëzie te schrijven. En er zijn verschillende activiteiten, ook hier in de Biep. In de bibliotheek, ja, alle bibliotheken in Antwerpen die zetten extra in op Gedichtendag en de Week van de Poëzie. Er zijn onder andere ook lezingen bij te wonen van stadsdichter Maud van Houwaard en ook Bart Moejaert en Stefan Hertmans, maar ook van andere dichters. En is er ook een thema dit jaar? Ja, ja, er is zeker een thema. Het thema is vrijheid en daarvoor heeft Tom Lanois ook een gedicht geschreven. En dat gedicht dat heet Zonder handen, zonder tanden. Ik ga nog een boek voorlezen voor jullie en nu gaan we een beetje griezelen. Want het boek heet Drie kleine spookjes. De Poëzieweek loopt van 31 januari tot en met 6 februari. En schrijf dit zeker in jouw agenda. Tot dan!